Ja, maar we hebben allebei de mogelijkheid gehad. Dat hebben we wel, bewezen, hij zeker ook. Dat we heel diep kunnen vallen. Maar dat we ook weer de kracht hebben om op te staan. En dat is, vind ik nou het mooie ervan. Ik worstel en ik kom boven. Zo is dat, ja. Maar als je kijkt naar waar het nou mis is gegaan... In de verhouding tussen mijn vader en mij... dan ligt dat heel ver in de jeugd terug. Maar een van de meest belangrijke dingen waarom mijn vader mij vooral... naast de andere zonen heeft gezet, is dat ik, als het om vrouwen gaat... we hebben het er straks al even over gehad... dan speelt mijn hart een rol. En niet de wens van mensen van buiten. Ja, uw vader wilde eigenlijk niet dat u met een relatie kreeg met de moeder van Max... want zij was geen Joodse. Nee. En dat vertelt ze ook heel aangrijpend in de documentaire... ook dat ze ook niet welkom was bij hem. En als ze al bij jullie thuis was, werd ze niet eens aangesproken. Nee. Dat is haar verhaal, dat is ook uw verhaal. Ja. Maar kijk, wat ik me afvroeg bij het maken van deze film... en dat is misschien nog een scène om te laten zien... dat gevoel kreeg ik toen ik keek, daarvan... volgens mij heeft dit ze dichter bij elkaar gebracht. En volgens mij zie je dat met name in een scène... waar jullie in Israël zijn, bij de klaagmuur. Klopt. Jullie ervaren het gewoon weer. Ja. Ja, ze zitten weer elkaar vast te pakken. Ja. Echt, prachtig. Wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar? Ja, ik vertel het wel even. Ik nam hem voor zijn eerste keer mee naar Israël. Hè. Dat is toch een beetje een spirituele reis. Want ooit zijn de Joodse mensen daar vandaan gekomen, 3000 jaar geleden. En ik wilde het hem zo graag laten zien. Want de andere familie was er geweest. Wat er daar gebeurde, was dat eigenlijk zowel mijn vader als ik... automatisch een beetje begonnen te reflecteren over liefde en de dood. En een beetje de hamvragen van het leven. Soms dan gebeurt iets vrij organisch. En we gingen gewoon briefjes in de muur stoppen. Je schrijft een boodschapje voor je naaste, je liefdes. En dat stop je in de muur. En... je neemt alles mee, die hele lading van wat er in het verleden is gebeurd. De liefde voor je kinderen, je zoon, je vrouw, je kind. En ja, dat komt dan tot een bepaalde climax. En dat gebeurde hier bij de muur en we hebben helemaal niets gezegd. Er wordt veel gezegd in stilte. Er wordt heel veel, ja, dat gebeurde gewoon. Dat is niet iets wat is gepland of wat dan ook. Ik had iemand bij me, die heb ik gevraagd om even die camera vast te houden. Gelukkig richtte die op ons. Maar het is, ja, dat is, daar is dit uitgekomen. En wat betekent deze scène voor u? Voor mij? Ja, dat eigenlijk alles gewoon, als het om de kern gaat, dat het alles om liefde draait. Dat klinkt heel pathetisch misschien, maar als je het op de kern beschouwt, tot de kern beschouwt, is het enige wat belangrijk is voor mij op dit moment, en ik ben natuurlijk wat wijzer geworden, dat is dan weer ook weer de goede kant tussen aanhalingstekens van wat je hebt meegemaakt, dat je wat wijzer wordt en... voor mij is de kern van mijn leven de liefde die ik ontvang van mijn kinderen en die ik aan mijn kinderen geef. Ik heb er 9, dus er is wat te geven en er is ook wat te ontvangen. En dat draait het voor mij om. En dat houdt mij ook op de been.